vanaf de eerste winterreview heb ik daarin geloofd. Dat is een heel sterk concept. Zoals Dirk als ik waren laaiend enthousiast vanaf het moment dat we ermee begonnen zijn. En ik moet zeggen, na de eerste reacties van het publiek hebben we gezegd tegen elkaar, hier moeten we mee verder. En de vijfde was er eigenlijk veel sneller dan we ooit gedacht hadden. De tijd vliegt, net als de winterreviews. Jullie hadden gezegd, we moeten minstens 25 uitverkochte shows hebben. Dus ik denk dat jullie daar toch wel in geslaagd zijn tot nu toe. We zijn daarin geslaagd en we zien dat de mensen van heinde en verre naar Antwerpen komen om die revue te zien. Dus zolang het publiek het graag lust en de artiesten het graag doen, moeten we ermee verder. En jullie hebben nu ook wel weer een hele special guest gevonden. De naam is er zelfs op gebaseerd, heb ik genomen. Ja, extra large wil toch zeggen. Een groter orkest, een groter ballet en wat dat ook is. Maar Luc Kaals is een grote man. En ik ken Luc al jaren en ik ben al jaren fan van Luc. En ik ben zeer tevreden dat hij samen met Dirk van Voren onder de leiding van Stanny Kretz, want dat wordt toch iets heel bijzonders. Luc Kaals en Dirk van Voren onder Stanny Kretz, dat wordt vonken en vuur.